Medewerkers van de Stichting Statiekenfonds hebben op maandag 15 augustus 2022 het werk neergelegd. Er is een protestactie gevoerd waarbij de actievoerenden het gedeelte van de Fred Derbystraat voor het hoofdkantoor bezet hebben gehouden. Intussen zijn de acties opgeschort, terwijl ook de bemiddelingsraad in beeld is gekomen. De communicatiedienst Suriname had een vraaggesprek met SZF-algemeen directeur Rajesh Rajkumar. Hij gaat in op de actuele situatie rond het Statiekenfonds. Huidige stand van zaken bij het Statiekenfonds. U bedoelt zeker de actie die op dit moment gaande is. Nou, vanuit de directie natuurlijk heel jammer. Want snap ik zo dat het een heel traject is dat gevolgd is. Omtrent de CAO-onderhandelingen die we met de mond hebben. En toen wij zagen dat we niet uitkwamen met de bond, zijn we toen naar de bemiddelingsraad gestapt. En bij de bemiddelingsraad hebben wij dan, de bemiddelingsraad heeft ons dan geroepen. En wij hebben dan, we zijn daar naartoe geweest samen met de bond en er zijn een paar afspraken gemaakt. En een van de afspraken is ook dat de staking zou worden opgegeven, wat ook is gebeurd. En gaandeweg, ik denk gisteren, is er zonder opgave der reden is er weer een staking uitgebroken door aangekondigde de bond. En vandaag ook weer zijn ze in beraad vanaf 10 uur, zo staking noem ik dat. Dus dat is op dit moment de stand van zaken. Nou, de aanleiding, ja, gisteren waren ik zit samen met de heer Chicago Guidings en het IMT van het SZF. Wij zijn vanuit de directie, zijn wij dan gisteren tijdens de actie, hebben wij ook gevraagd. Wat is de aanleiding voor de straatactie? Wat eigenlijk wij als directie afkeuren natuurlijk, omdat het verkeer ook werd opgehouden. Wat gewoon niet hoefde. En er is zeer onduidelijk, er werd toen aangegeven dat er een memo afgelopen vrijdag door de directie de deur uit is gegaan naar alle medewerkers. Dat was toen aangegeven. Nou, we hebben even ook gevraagd, maar wat staat in de memo wat eigenlijk de actie heeft gerecht, volgens de bond heeft gerechtvaardigd. Maar het blijkt gewoon in de memo hebben we duidelijk als directie aangegeven waar wij op dit moment staan. Met betrekking tot de afspraken met de bemiddelingsraad, bij de bemiddelingsraad. En wat er is opgevraagd, hebben wij als directie in het kader van transparantie, hebben wij dat gewoon aan onze medewerkers meegedeeld. Nee, op dit moment, ik heb de bondsvoorzitter wel gevraagd, of wij als IMT hebben de bondsvoorzitter gevraagd. En hij kwam, in eerste instantie vertelde hij, ja, hij weet het zelf niet, het zijn de leden. En dan zegt hij van, vanuit verschillende bronnen hebben we wel vernomen dat het door de bond is geïnitieerd. En u hoort verschillende verhalen natuurlijk. Kijk, maar wij zijn gewoon eenduidig. En we willen gewoon weten waarom de actie is, want we zijn nog on speaking terms bij de bemiddelingsraad. En dat is het frappante hierin. Dezelfde dag als gisteren moesten wij om 10 uur als directie moesten wij bij de bemiddelingsraad zijn, wat wij ook hebben gedaan. De bemiddelingsraad heeft ons gevraagd om, nog een exercitie uit te werken, wat wij inmiddels ook hebben, wat wij gisteren tot laat nog hebben opgeleverd en ook doorgestuurd naar de bemiddelingsraad. Dus het ligt nu bij de bemiddelingsraad wat er verder moet gebeuren. Dus daarop wachten wij als directie. Maar het hele proces binnen SZF natuurlijk, ik bedoel, we zijn een dienstverlener. En natuurlijk, je snapt wel dat 80% van alle verzekerden bij ons zitten. En wat wij nu hebben gedaan, om dat even duidelijk aan te geven, als directie hebben wij besloten om te kijken hoe spoedgevallen en dergelijke, die gaan gewoon door. Dus met het minimale die wij hebben. Wat één ding wat duidelijk is, wij, niet iedereen staat. Je hebt een deel die gewoon netjes aan het werk is. Mijn complimenten daarvoor ook als directie. En die zich distancieert ook van deze staking. En die gewoon aan het werk is. Maar ja, het is natuurlijk het minimale die je draaiende kan houden. En daarmee beogen wij de dienstverlening niet in de gedrang te laten komen natuurlijk. Natuurlijk heb je dan wachten. We proberen de verzekerden aan de balie. En ook zeg maar, de spoedgevallen proberen we dan wel gelijk te helpen. Waardoor zeg maar, de dienstvereniging doorgaat, maar wel op een nachtje. Wat we natuurlijk heel erg betreuren. Mm-hmm. Nou, wat ik u net heb uitgelegd is, op dit moment liggen alle stukken nu bij de bemiddelingsraad. En die moet daar een uitspraak doen. En dat is het, daarop wachten wij als directie. Zoals
zodat de bemiddelingsraad een uitspraak heeft gedaan, kunnen wij verder handelen. En omdat in het CAO is aangegeven dat zeg maar, de uitspraak van de bemiddelingsraad bindend is. Dat is een artikel, houdt u me echt goed door, dat is artikel 19 of 39 van het CAO, dat toen de tijd getekend is, dat daarin staat. Dus wij als directie moeten gewoon daaraan houden. En is het wachtende daarop.